Ja, mijn internet is nog steeds down. En mijn lokale netwerk storage device kan ik ook niet vinden. En nu begint mijn harde schijf vol te lopen. We hebben dat weer. Ook leuk. Je hebt al een overheid die van die rare dingen maakt. Dat ik daar dus een programma over kan doen. En dan logica les kan geven. Ik heb logica les gegeven overigens. Bij de Katholieke Universiteit. De Universele Universiteit van Nijmegen. De UN. En nu heet hij de Radboud Universiteit. De RU. Maar het maakt niet uit. En ik vind het wel fijn. Ik heb toen logica les gegeven aan... Ja, er waren groepjes van ook niet zoveel. Ik deed alleen maar practicum. Of practica moet het dan heten. Practica logica. Gewoon taalles aan kinderen. Ja, kinderen, dat vond ik toen. Ik was in de 40. En die mensen waren tegen de 20 of net erin. En ja, dat is toch wel een leeftijdsverschil. Nou, en nu praat ik dan ook tegen een publiek. En jullie krijgen ook logica les. We gaan hem even oppakken waar we gebleven waren. De geweldige vaststellingen. Er is een groepje mannen. Ik neem aan dat het mannen waren hoor. Of lesbo's, maar geen moeders of zo. Niet mensen met echte kinderen. Ja. Niet. Ik ken namelijk. Er bestaat zoiets als een lieve moeder. Ah, die heeft hier niet aan meegedaan hoor. En dat is bij de conferentie in Montreal. En dat heeft dus 3 dagen geduurd. En 3 dagen lang. Wat zullen we drinken? 2 tot 5 februari lang. Wat zullen we drinken? Wat een dorst. En hebben ze vastgesteld dat. Iemand heeft gewoon even gebeld met Schiphol. Van ja, hallo, je spreekt hier met iemand in Montreal. En ik heb net 3 flessen champagne. Even kijken, waar zijn ze ook alweer? Nou, ik had net 3 flessen champagne. En de enige vraag is, hoe hoog moet de burgerluchtvaartuig? Ik ken het woord niet uit. Wacht even hoor, even 1 seconde. Hoe hoog moeten ze minimaal... Even seconde. Hoe hoog moeten ze minimaal vliegen? En toen zei dus de luchtverkeersleiding van Schiphol, die zei, ja, lul, 25.000 voet. En die vent heeft gelijk de horen erop gesmeten en die dacht, wat is dit voor een dronken lul? Ja, hij zat gewoon 3 dagen in Montreal om, wat moet je doen in Montreal? Ja, kom op. Kijk, je wel als man wil je ook gewoon een beetje, een beetje benefits van je werk. Dat is een... In die film van Stanley Kubrick. All day work and no play makes John a dull boy. Was het toch? Die voornaam weet ik nu even niet. Makes Joe kan het ook zijn. Prachtige film. Dus die mensen willen gewoon een beetje fun hebben. En wat ik dus de vorige uitzending vergeten was, want... Ja, ze hebben natuurlijk. Dit heeft een bak poen gekost, deze conferentie. Dat gaat dus richting de 1,5 miljoen of zo. Alles bij elkaar, snap je? Die mensen moeten ook weer bijkomen van. Oh, je bent 3 dagen naar Montreal geweest. De hele tijd suipen, jongen. Totdat een van ons het lef had om naar Schiphol te bellen. En om te vragen hoe hoog die vliegtuigen vliegen. Nou, voordat het zover was, En die brunettes erbij, jongen, die zijn slopend. En dan vooral die blondines ook nog. En die roodharige, die heb je ook nog. Om nog maar te zwijgen over de verboden legale middelen. Dus die mensen zijn back af en die moeten dan ook eventjes uitrusten. Die kunnen niet gelijk weer aan het werk. Dat snap je ook wel. Maar wat ik dus vergeten was, dat 25.000 voet... Iedereen wil natuurlijk weten, wat is een voet? Dat weet ik ook niet precies. Iets van 30 centimeter of zo.
En je kan het opzoeken op Wikipedia. En dat is gratis. En de paus die houdt niet van dat soort gratis waarheden. Dus die heeft dat ook laten uitzoeken. Dus behalve dat ze met de verkeersleiding van Schiphol gebeld hebben. Om te vragen van hoe hoog vliegen de vliegtuigen volgens jullie. Hè, gewoon één partij vragen. Je kan ook nog naar München bellen. Je kan het overal even navragen. Het zijn hooguit 6 telefoontjes. En dan ben je erachter. En als jij dan denkt van ja, sorry, maar zo'n telefoontje en ik sta in de wacht. Nou, wat je dan doet, op 2 februari, dan, als je binnenkomt in Montreal, dan stuur je gewoon 6 e-mails eruit. En dat doe je gewoon met BCC. Hè? Dat die vliegveldoperatoren, van die vluchtverkeersleidingen van die vliegvelden niet in de gaten hebben van... We worden allemaal ondervraagd, ISIS komt eraan. Nee, je doet gewoon... BCC. Een geachte heer, mevrouw. Hoe hoog vliegen de vliegtuigen bij u? Je kan natuurlijk ook echt... Maar dan moet je wel het lef hebben. Maar dan moet je even bellen met de NATO. En dat kost je dan wel een uur, denk ik. Of misschien moet je daar wel langs. Ja, en je hebt maar 3 dagen, hè? Dus je hebt 3 dagen gewoon om te bepalen hoe hoog de vliegtuigen vliegen voor de burgerluchtvaart. Ja, en moet je dan ook nog een paar uur daarvan besteden om langs te gaan? Bah, daar houden ze niet van. Maar om het goed te maken, kijk, dus ze hebben dus kennelijk internet in Montreal. En daar hebben ze een omreken... internetpagina gevonden. En hebben ze 2530 ingetoetst. En hebben ze enter gedaan. En er stond eronder 7,620 kilometer. Ik vind het trouwens een slechte... Ik vind het slecht. Dit is, ik zou altijd kiezen voor ISO. Als je het over getallen hebt, zou ik hier toch echt 2,5 spatie. En dan 3 nullen. Of 2,5 spatie DUIZEND. En dan voet. Dat zou ik doen als eerste. En hier zou ik gewoon een decimale punt gebruiken. Dat wij hier in Nederland een kommaatje hebben of zo, dat is niet de beste uitvinding ter wereld, hoor. Het is een beetje niet zo ISO. Ja, ik zeg het maar, want zo dadelijk ben ik ook aan de andere kant en dan ga ik naar jullie lopen kijken. Ik moet niet lopen zeuren van Perry, jij bent dood gegaan zonder dat je ons iets verteld hebt. Niet gelopen zeiken straks van... Oh, wie hebben dat niet gewoest? Want je weet het nu wel. De decimale punt is beter. Hm? Dit is gewoon weer bullcrap. Ze hebben er 3 dagen over gedaan om op te vragen. Nou, op de eerste dag, kregen ze te horen dat het dan minimaal 30.000 was. Of ongeveer 30.000. En toen de tweede dag, toen was er iemand opgestaan en... Die brunette die bij hem in zijn bed was gekropen. Ja, waarom weet je ook niet. Maar... En die zei dan van, wat zit je nou te doen, man? Het is veel te vroeg. En zei hij, ja, ik wil weten, 30.000 voet, is dat gemiddeld? Maar wat is het minimaal? En toen was het dus 3 februari. Hey, fuck, nee, 2 tot en met 5 februari, dat zijn 4 dagen. Dus op 2 februari gingen ze bellen. En toen op 5 februari was er iemand en die zei, ja, we hebben de maten dan wel in voet, maar hoeveel is dat in meters? Nou, dat heeft ze nog een hele dag gekost. Lachen, hè? Het leuke is dit toch, hè? Want als die mensen dit mogen, ja, dan wil ik morgen ook wel wakker worden met een brunette in mijn bed. Behalve dat ik dat niet wil, want ik kan niet met vrouwen omgaan. Maar ik ben op cursus homo ook. Het schiet trouwens ook niet op. Oh, dit ga ik echt niet voorlezen.
dit kan niet. Dit is mij te erg. Maar even kijken. Op 14 juli. Dit is interessant. Op 14 juli werd een AN-26 militair vrachtvliegtuig, hierna de Antonov, van de Oekraïense luchtmacht neergeschoten. De Oekraïense autoriteiten rapporteerden hierover op dezelfde dag in een briefing bij de presidentiële administratie van Oekraïne te Kiev. Dit is wat ik zei. Via de Nederlandse defensieattaché ontving de militaire inlichtingen en veiligheidsdienst een beknopt verslag van de briefing. Hoezo weet men dit? Is er ook een uitgebreid verslag? Of was het verslag gewoon van abominabele kwaliteit? Ik ben altijd voor beknopte verslagen. Hier staat dus eigenlijk, er is een verslag en daar staan allerlei dingen in. En dat is beknopt. Maar hoe weten ze dat dan? Uit dat beknopte verslag bleek dat de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, Klimkin, ja, maakt me niet uit, aangaf dat de situatie in het oosten in een nieuwe en gevaarlijke fase terecht was gekomen, doordat de Russische Federatie nu openlijk militaire steun verleende aan de separatisten. Hoezo? Als voorbeeld van deze escalatie noemde Klimkin het neerschieten van de Antonov in de buurt van Lugansk. Klimkin meldde dat de Antonov op 6200 meter hoogte vloog en alleen met Russisch materieel kon zijn beschoten, omdat de separatisten zelf niet over dit soort luchtafweer beschikten. Ja. Dat lijkt me ook nog wieders. Want een bukraket, ze hadden zelf ook bukraketten. Toch? Gewoon even voor de duidelijkheid, gewoon even terughalen. Zitten we dus hier, omdat ik het dan zo eens doet. En dat gaat dus niet. Zo eens doet. Maar ze stonden er allebei. Hier gaat het. De Oekraïense krijgsmacht had ze ook. Maar de Oekraïense krijgsmacht, die staat buiten kijf. Want die heeft ontzettend meegeholpen toen wij op zoek wilden gaan naar het lijk van onder andere oom Gerard. Hebben ze zo meegeholpen, die Oekraïners, dat zijn je vriendjes. Hè. Die zullen dat nooit gedaan hebben, joh. Ben je gek. Even een dingetje weg. Heeft er niks mee te maken. Dus, hoezo alleen met Russisch materieel? De kunst van het liegen is dat je zoveel mogelijk de waarheid vertelt. En dat wat echt heel vals en lelijk is, dat stop je er gewoon in, net als zout in de pap.
En je moet het echt zien te speuren. Hè? Het komt er gewoon op neer dat ze hebben de 200 Nederlanders doodgemaakt. Ook. Maar ja, bij de paus hoef je niet te zeuren over aantallen. Zo'n medewerker van de paus, die heeft eens gezegd van als je 1 of 2 of 3 of 10 doden hebt, dan is dat een drama. Als je er 1 miljoen hebt, is dat een statistiek. Ja, je moet het wel willen als mens om te leven onder de onfeilbare mens. Nou, dus de Antonov die vloog op 6200 meter hoogte. En een mediabericht van 14 juli 2014 waar de MIVD over beschikt. Wat is dat dan? Een mediabericht, daar kan mijn tante Gerda toch ook over beschikken? Een mediabericht van 14 juli? Die wij hebben. Oh, ik snap het al. Ja, natuurlijk, jongen. Dat was toch die mededeling op nujij.nl of zo? Of oh, nee. Wat ben ik dom. Die stond op Twitter. Nee, die was van Russia Today. Gewoon een bericht. Dat is namelijk staatsgeheim. Ja? Er is een bericht. Dat heeft in de krant gestaan. En op internet gestaan. En is op tv geweest. En dat is verder staatsgeheim. We kunnen niet zeggen wat het is. Hebben de Oekraïense autoriteiten gezegd dat het toestel op 6500 meter vloog. En niet door een draagbare luchtafweersysteem is neergeschoten, maar door een krachtiger systeem. Wacht even. Draagbare systemen. Dat was toch al verteld? Een krachtig luchtafweersysteem kan 7,5 kilometer en hoger. Maar ga je mij nou vertellen dat je met een draagbare luchtafweersysteem mogelijk een vliegtuig op 6,5 kilometer uit de lucht kan vliegen? Mogelijk? Is ook een leuke. De separatist verklaarde in de media het toestel te hebben neergehaald en een gedeelte van de bemanning gevangen te hebben genomen. Oké, het is geen staatsgeheim. Indien de Antonov inderdaad door of zelfs vanuit de Russische Federatie zou zijn neergehaald, zou dit een zogenaamde... En dit is dus echt geen Nederland. Dit kan je mij niet maken. Man. Er had toch minimaal een streepje tussen te moeten staan. En wat is een game changer? Is dat zoiets als we hebben een red flag gehad? Is dit een blue flag of zo? We zijn lekker aan het YouTuben hier. Beetje geinen, man. We zijn een multiculti hoor. Krijgen we de volgende verslag van de... Dit is toch de CTIVD met allemaal Franse termen erin. Lijkt me ook leuk. Of leuke Spanjoolse termen erin. Ah, tuurlijk joh. Een beetje Duits. Een beetje Freude. Kijk, het volk wil gewoon bezig gehouden worden. En je schiet er gewoon 200 vanuit de lucht. En dan zitten ze allemaal als hondjes naar je te hijgen. En jij lekker... Nou, dan ga je gewoon lekker game changer. Ja. Dan denken ze allemaal, oh ja, leuk, heb ik op YouTube ook gezien. Directe Russische deelname aan het conflict zou daarmee een feit zijn. Sorry. Even kijken. Want die zin klopt niet.
Nou, uiteindelijk, dit is de reden dat de MIVD direct een onderzoek startte naar het incident. Ja, per wanneer dan? Als. Even kijken wat hier staat. Als dat vliegtuig, als dat militaire vliegtuig van de Oekraïense regering, een vrachtvliegtuig, en die vliegen niet op 20.000 kilometer hoogte, dat kan je lekker vergeten. Een vrachtvliegtuig vliegt onder de, ja, we hebben het bekeken, de burgerluchtvaart mag vanaf 25.000 voet. Nou, daaronder mag je dus als militair met je vrachtvliegtuig komen. Als dat militaire vrachtvliegtuig door de Russische Federatie is neergehaald, of als dit militaire vrachtvliegtuig van een territorium van de Russische Federatie is neergehaald, denken wij dat de Russen deelnemen aan het conflict. Dus het feit dat er 200 Nederlanders zijn gedowned op een of andere manier was voor de MIVD geen reden. Maar het ging erom dat de Russen zouden wel eens mee kunnen hebben gedaan. En daarom ging de MIVD een onderzoek starten. Of zeg ik het nou verkeerd? Heb ik mijn logica achterstevoren? Prachtig dit. Dit is zo'n opluchting van mij, hè? Voor mij. Ik voelde me altijd zo verantwoordelijk van, als ik dan dingen zeg van ja, maar dat kan je niet zomaar zeggen. En dan werden mensen wel eens boos van, ja, maar dat zeg je niet zo. Je moet wel respect hebben voor de zwakkere, hoor. En dan voelde ik me zo schuldig en zo. Maar dat doe ik gewoon niet meer aan. Kijk, mensen die dit soort taalgebruik gewoon als zoete koek eten, nou, die kunnen mijn zoete koek ook krijgen. Kijk, je bent dom of je gaat naar de universiteit om dom te worden. Deze is ook heel mooi. Deze heb ik van tevoren gelezen. Op 17 juli in de ochtend is er contact geweest. Oké, is het. Op 17 juli heeft het militaire team dit allemaal verteld. En dat aan een heleboel, een aantal afnemers. Echt heel veel mensen. En daar zat dus ook de NCTV bij. Dat is niet de NCRV, maar de NCTV. En de AIVD. Dus de MIVD hadden ze het fatsoen om de AIVD op 17 juli te gaan vertellen wat ze Want wanneer hoorden ze dat ook alweer? Even kijken. Op 14 juli stond in de krant dat er een issue was. Hebben ze 3 dagen gewacht. 15 juli, 16 juli. En allemaal praten met elkaar. Van ja, maar wat vind je ervan? En dan zei die andere ambtenaar van ja, wat ik vind is, waar zijn de brunettes? Ik kom toch niet te Sodom en Gomorristisch over of zo.
Maar je wordt hier gefuckt, jongen. Nou goed, ze hebben dus die informatie gekregen. Hebben ze een aantal dagen onder de pet gehouden. En 's morgens vroeg hebben ze dan wel... hebben ze in de dagelijkse... Dit is ook zo. De dagelijkse intelligence summary. Deccan Sum. Zo, de knetter. We hebben de ICAO al gehad en de OVV en de MIVD en de GIVD. En wanneer mag ik een ambtenaar onthoofden? Gewoon op zaterdag. Op een zaterdagochtend. Ja, gewoon met een zwarte zak over mijn hoofd, twee gaten aan de voorkant, dat ik kan zien dat ik niet misla. Dat is ook leuk. Dat is een heel groot volksvermaak geweest, jongen. Ooit gehoord van de guillotine. Lachen, jongen. Met een aantal afnemers. Ja, wie dan allemaal? We hebben verschillende methodes gebruikt. We hebben verschillende bronnen geraadpleegd. Een aantal afnemers. Onder wie de boel in de AVD. De MIVD beoordeelde het als onwaarschijnlijk dat de Antonov. De MIVD beoordeelde. Ik ga hem even letterlijk voorlezen. De MIVD beoordeelde het als onwaarschijnlijk dat de Antonov door een krachtig luchtafweersysteem was neergeschoten. Los van de vraag of dit vanaf Russisch grondgebied was gebeurd. Uit beelden van het wrak en verklaringen van ooggetuigen bleek dat het toestel in de rechtermotor is getroffen en dat vervolgens 5 à 6 parachutes verschenen. Daarna zou de Antonov pas zijn neergestort. Op basis hiervan concludeerde de militaire inlichting en veiligheidsdienst dat het schadebeeld niet overeenkomt met het schadebeeld dat een treffer door een krachtig luchtafweersysteem zou hebben opgeleverd. Waarschijnlijk was het toestel dan in de lucht vernietigd. De bemanning zou dit waarschijnlijk niet hebben overleefd. Volgens de militaire inlichting en veiligheidsdienst ondersteunden het wrak en de ooggetuigen. Dit is lelijk Nederlands. Volgens de militaire inlichtingendienst ondersteunden het wrak en de ooggetuigen het feit dat het toestel, dus dat is het ene, het wrak heeft dus een ondersteunende rol gehad. Dat kan niet. Het feit dat het toestel uit de lucht is geschoten met manpads. En een manpad, dat ben ik alweer vergeten, maar... Het moet een manpad geweest zijn. Oké. En niet zwaar. Dus ze waren in staat om een vliegtuig uit de lucht te tillen. Boven de 6 kilometer. Wij vliegen daar 1 kilometer boven. En er is geen reden tot paniek. Nee mensen, blijf maar lekker zitten. Allemaal veiligheidsgordeltje om. Er kan een boemetje doen, maar dat is hooguit een kilometer onder ons hoor. Geen zorgen maken. Dit is alleen mogelijk als de Antonov substantieel lager vloog dan 6200 meter of 6500 meter. Vanwaar die of... Hoe hoog kon een manpad ook alweer? Zit op pagina 25 en dan eerste alinea. En nu doe ik manpad. Manpads,
bereiken de mogelijkheid van manpads. Yes. Daar staat het niet in. Ja. Ik kan het beter zien dan jullie, maar... Hoe hoog kan een manpad? Ja, dit is de pagina waar ik was. Hoe hoog kan een manpad? Even kijken. Het staat hier helemaal niet. Oh, dit is de lijst van verklaringen, ja. Oh, daar worden ook nog braken. Manpad. Het was een manpad. Dus die, dat vrachtvliegtuig, dat is uit de lucht geschoten met een manpad. Dat weten we zeker. Want een manpad, die kan namelijk... Hoe hoog kan een manpad? En hoe hoog vloog die Antonov? Nou, we weten niet precies. Substantieel lager dan 6200 meter of 6500 meter. Ja, dat weten we nog niet. Kijk, we hebben toen niet... Ja, we zitten hier al zo lang over na te denken. En we hebben zoveel brunettes om ons heen. En die willen ook aandacht. Je kan wel denken een brunette of een blondine. Of een... je hebt ook van die mooie mannen die aan de herenliefde doen. Je kan wel denken, ze zijn er alleen maar voor het lol. Maar die willen ook aandacht. De informatie van de MIVD wijst niet op de inzet van een krachtig luchtafweersysteem. Oh, mooi. Ja, oké. Okay. Dus we wisten niet dat daar een bug was. Nee, helemaal niet. De militairen dan, hè? Die hadden geen enkel idee van een bug. De Oekraïense autoriteiten kondigden op 14 juli publiekelijk een NOTAM af. Ja, dat is ook weer zo'n mooie. Wat is een NOTAM? Weten jullie dat? NOTAM. Oké, die staat hier. Oh, die staat er onder. Ja, een NOTAM. Dat is een... Wat is een NOTAM? Sorry. NOTAM. Oh, hier. Notus to Airmen. Oh! Dit is een internationaal tussen haakjes. Dus een soort van internationaal. Dus niet een internationaal, maar je weet wel wat we met internationaal bedoelen. Internationale, tussen dinges. We gaan natuurlijk niet die Russische pro-Russische separatisten een berichtje sturen. Dit is een internationaal bericht aan alle personen die betrokken zijn bij de voorbereiding en uitvoering van een vlucht. Het kan belangrijke informatie bevatten over onder andere vlieghoogte of gedeeltelijke sluiting. Wat is dat dan weer? Van een luchtruim. Deze mededeling wordt gedaan door de luchtverkeersleiding van het land waar het betrokken luchtruim toe behoort. Oké. Nee, dan snap ik het. Dat is een NOTAM. Tuurlijk. Iedereen moet het weten, man. Een NOTAM. Zij hebben een NOTAM afgegeven. En waarmee het Oekraïense luchtruim tot een hoogte van 9700 meter... Dit snap ik even niet. FL320. Wat is een FL320? De militaire inlichting en veiligheidsdienst heeft geen informatie ontvangen over de reden voor deze luchtruimbeperking. Oké. Dus van de mensen ter plekke hebben wij te horen gekregen dat we echt boven de 9700 meter moeten blijven. En dat is... hoeveel voet is dat? Hè? Dit is een fout. Wacht even.
prima ook helemaal. Oh, nee, doe ik niet. Ik doe gewoon... En dan... meters... Ja, meters to feet. Oké, hoeveel voet hebben we het over? Nee, meters. Oh, dan moet ik anders... Ja, meters to feet. Ja, precies. Gaat goed. Meters. Hoppa. Ja. 25.000 voet is de minimale hoogte. En dit is dus boven de 30.000 voet. Is gewoon gezegd. Door de Oekraïense autoriteiten. Die hebben dat gewoon gezegd. Die hebben gewoon gezegd, niet onder de... Ja, nee, die hebben gewoon gezegd, niet minimaal 25.000 voet. Niet je normale vlieghoogte van 30.000 voet. Nee, je gaat naar 2700 meter toe. Oh, en FL is flight level 320 natuurlijk. Ach, hoe kon ik zo dom zijn? En de militaire inlichting en veiligheidsdienst, die hebben toen nog gevraagd aan de Oekraïense autoriteiten van waarom? En toen hebben de Oekraïense autoriteiten helemaal geen antwoord gegeven. Die hebben gewoon gezegd niet doen. Tja, toen dacht de militaire inlichting en veiligheidsdienst van ja. Dan hoeven wij, dan is dit helemaal niet ingewikkeld hoor, laat maar zitten. Intentie Russische krijgsmacht, Oekraïense krijgsmacht en separatisten. De intentie, die kon toch niet bepaald worden, maar goed. Voorafgaand aan het neerstorten wisten we niet dat een van de drie partijen de bedoeling had om een burgerluchtvaarttuig uit de lucht te halen. Oké, dat weet je ook niet. Wat je wel wist is dat daar gewoon bukraketten stonden. En dat zijn krachtige luchtafweersystemen. Waarom zou ik met mijn dochter over een gebied willen vliegen waarvan ik weet dat ze mij uit de lucht kunnen tikken? Ik zou het graag van tevoren willen weten. De separatisten waren echter niet een homogene groep. Oh. Hoe is dat vastgesteld? En wat is een homogene groep? Zoals de andere twee actoren. Oh, die zijn wel homogeen. Oh, je gaat mij vertellen dat de Oekraïense regering, die daar alleen maar een beetje loopt mee te heulen met de Europese Unie, dat een homogene groep is, die een beetje de olierechten en de pijplijnrechten en weet ik wel wat ze allemaal, fracking of zo. Making a business out of Ukraine. En die zijn homogeen. Nou, volgens mij zijn het gewoon homo's. En dan op zijn lelijkst gezegd. Nee, niet. Want ik ken mensen die doen aan de herenliefde. En daar heb ik allemaal heel veel respect voor. Dat is verder geen probleem. Maar homo in de slechte zin van het woord. Het ging om groeperingen. Het ging om groeperingen die onderling verschilden wat betreft specifieke doelstellingen en werkwijze. Oh. Kijk, waarom staat dat woord specifiek tussen haakjes? Wat is dit voor Nederlands? Wel was duidelijk dat de separatisten de gezamenlijke intentie hadden de gevechtsvliegtuigen en streepje helikopters van de Oekraïense luchtmacht uit de lucht te schieten. Oké, dat weten we dus.
Dit weten we nou. We wisten dus dat er een partij was in de Oekraïne. En wie dat ook maar zijn. En dat die dus de bedoeling hadden om gevechtsvliegtuigen uit de lucht te schieten. Ze zaten gewoon op vliegtuigen te mikken. Kennelijk. En als je het mij vraagt, dan waren diegenen die daar in Oost-Oekraïne vliegtuigen uit de lucht aan het schieten waren, die waren gewoon in dienst van Vladimir Poetin, tezamen met de paus natuurlijk. Want zonder de paus mag je helemaal niks. De paus is de baas van oorlog. Hou daar goed rekening mee. Geen oorlog zonder de paus. Leer mij die mensen kennen. Op een gegeven moment ben ik uitgestudeerd namelijk. En dat was een tijdje terug. In een dreigingsanalyse van eind juni. Er waren dus meerdere dreigingsanalyses gemaakt eind juni. En eentje daarvan, die hebben ze dan eruit gepikt. Die vonden ze wel goed. Hè? In het kader van een mogelijke politietrainingsmissie, en daar had een streepje moeten staan, of gewoon één woord. In Oost-Oekraïne meldde de militaire tak dat de separatisten westerse gelegenheidsdoelwitten aangrepen. Oké. Dus de separatisten hebben dus voor eind juni westerse doelen aangegrepen. Welke dan? Hebben ze Brussel gebombardeerd? Vlachtwedde? Stockholm? Wat hebben die separatisten dan gedaan? Oké, het ging hier over de gijzeling van OVSE-functionarissen. Het ging hier om de gijzeling van ambtenaren. Volgens de militaire tak hadden de separatisten, volgens de militaire tak, lees maar even met mij mee, hè? Ik wil het echt niet voorlezen, anders word ik misselijk. Hè? Volgens de militaire tak, hè, van de informatievoorziening, volgens de militaire tak hadden de separatisten waarschijnlijk de intentie om, wilden de separatisten alleen maar gewenste buitenstaanders. Dat staat hier. Of om buitenlandse functionarissen, om ambtenaren te gijzelen, om als ruilmiddel in te zetten bij onderhandelingen. Oké. Dat zal wel. Uit deze informatie blijkt geen intentie die mede het neerhalen van een civiel vliegtuig omvatte. Ja. Maar we weten nu wel dat ze daar dus gewoon bezig waren om vliegtuigen uit de lucht te schieten. Nou, zo gaan die dingen. Activiteit Russische krijgsmacht, Oekraïnse krijgsmacht en separatisten. Activiteit. Oké. Onze militaire tak had al dus geen aanwijzingen. Onze militaire tak was zich niet bewust dat er sprake was van een wil en de capaciteit om een burgerluchtvaarttuig te treffen. En er was ook helemaal geen informatie over activiteiten ter uitvoering van een dreiging richting de burgerluchtvaart, zoals voorbereidingshandelingen.
Ja, het ging erom, er stonden daar dus luchtafweersystemen. En waarom ga je met je vliegtuig eroverheen vliegen? Jij als piloot die toch vanavond ook in Kuala Lumpur nasi goreng wil eten. Ben je een soort kapitein van de Titanic? Oh kijk, hier staat ook weer. Oh, dit is ook een mooie. Oh, wat geweldig. Heerlijk. Die andere, die kan ik nog zo... Kijk, deze is dus zonder spaties. Ja, hier staat een spatie tussen. Ik pak hem er even uit. Ik ga even naar TechSprang naartoe, waar die nou precies staat. Maar hij is weer anders. Hè? Dat is de truc, hè. Je moet iedere keer de waarheid op een andere manier vertellen. Ja, helemaal zonder spaties. Ongelooflijk. Ongelooflijk. Ja, ongelooflijk wijplig. Ik kan het nu niet uitvergroten, want dit is mijn professionele... machine dingen, kan ik niet in een lopen fokken, maar hier wel. Dit kunnen jullie wel lezen, of niet, hè? Wat is dit voor een datumaanduiding? Kan hem niet van naar links halen, of niet? Nee, dat lukt niet. Ik hoop dat jullie dit kunnen lezen, want ik weet dat de screen dingen, dat wordt altijd afgechopt. Maar hier kan je dus zien, hier staan geen spaties, zie je dat? Tok, tok, tok. Je ook geen spatie. Tok, tok, tok. Geen spatie. Tok. En twee keer. Ja, dus ik zal hem even. Is dat 2014? Ja. En hier ook. Ja, wat doe je dan? Dit is jullie fijne overheid, jongens. Dit is de reden waarom je bier zo ontzettend duur is. Om deze bagger te maken. Man. En dan moet je niet zeuren over die hoge bierprijs. Want zodanig zit jij in de MH23. En dan ben je echt van je bierprijsprobleem af. En dan ben jij de lul. Dat klinkt een beetje hard, maar het is wel zo. Want ik kan zien wanneer er iemand liegt. En deze mensen liegen. En liegen in functie. Nou, in Amerika geld is het gewoon de doodstraf. En dat meen ik serieus. Dan krijg je gewoon een kogel door je kop. Mag je nog één keer lekker eten. En dan is het afgelopen. En dat zou ik ook vinden van deze mensen. In die zin, ze mogen al hun spaargeld behouden... Maar ze krijgen geen maandelijkse toelage meer. That's it. En ze zoeken het maar uit. Maar wij betalen deze mensen niet meer. En hier staat volgens mij... Oh, wat erg. Hier staat ook geen spatie. Wacht even. Nog, dit is nog erger. Oh. En dan heb ik nog niet eens gehad over seksueel kindermisbruik. Hier. Hoppakee. Jullie kunnen dit... Ik zal even laten zien wat ik doe. Ik weet niet of het in beeld staat, maar dit is mijn plain text editor. En you believe me, dat dit ding dat werkt, hè? Wacht even hoor, dan moet ik even zo doen. Ja. En dan zo. Kijk, hier staat ook geen spatie. Zie je dat? Ook het verschil tussen ons en dat wat wij onze overheid noemen. Ik heb een dochter en die noemt de biomo, de biologische moeder, die noemt zij mama. En iedere keer als zij mama zegt, dan krijg ik een zuur gevoel. En dat vind ik misschien nog wel erger dan die mensen die beweren dat dit onze mama is. Daar word ik nog wel zuurder van. Kijk, de moeder van mijn kind die doet alleen maar periodiek vervelend. Het is een vrouw, weet je wel. Hè? Periodiek zijn die altijd vervelend. Bijvoorbeeld om de 3 dagen. En dan is ze weer 2 dagen stil. En dan is het bam, bam, bam. En is ze weer 5 dagen vervelend. En dan is ze weer 1 dag stil. En dan valt het wel weer mee.
En dan krijg je medelijden met haar en dan denk je, ach, ik geef haar nog een kans. En doet ze gewoon een week lang vervelend. Hè. Maakt niet uit hoe haar, hè, dus periodiek vervelend. Af en toe wel en af en toe niet. Maar dit is continu vervelend, denk ik. Vooral die BTW, daar ben ik echt niet over te spreken. En vooral niet die plannen om dat te gaan verhogen naar 23%. Dat heb ik echt een, als je het hebt over kampioen stomme ideeën verzinnen, nou, dan denk ik van, nou, dat ben jij. Weet je. Als je met dat idee komt dan natuurlijk. We zijn weer terug. Ook bevatten de berichten die de MIVD, dus de militaire tak, in deze periode van partnerdiensten heeft ontvangen, geen passages die, zelfs achteraf bezien, als een waarschuwing hadden moeten worden opgevat. Dus we wisten dat ze daar een vliegtuig uit de lucht hadden geschoten. Daarvan werd beweerd dat het boven de 6 kilometer vloog. Nou, wij vliegen dus op, dat is dus zoveel voet, weet je. Dus de Oekraïense regering heeft gezegd, zouden jullie, als je dan toch over de Oekraïense grondgebied wil vliegen, alsjeblieft richting de 10 kilometer willen gaan? Voor alle zekerheid. Prachtig is dit. De minachting voor de mens. Het is natuurlijk satanistisch als je daarbij stilstaat. Maar de minachting voor de mens. Er is iets voor te zeggen. Wij hebben zulk mooi. Wij hebben zoveel. Talenten. We kunnen zoveel dingen. En wat doen we ermee? Oké, dus we hebben net pagina 25 gehad en nu zit het op pagina 26. Heb je weer diezelfde datumaanduiding. Ik pak hem er weer even bij. Ja. Copy. Dan ga ik naar Text Wrangler. En iedereen moet dat downloaden. Het is echt een geweldig programma. Zo ontzettend goed. Hier staat een ode, maar dat is dus van periode. Maar hier staat dus een spatie tussen. Ik ga hem eventjes uitvergroten in mijn andere favoriete programma. Ik moet hem mooi groot staan. Dan doe ik hem zo. Ja? Ja. Oh nee, dit is onduidelijk. Syntax error, niks van aantrekken. Dat doet het niet toe. Nee, dat doe ik ook niet goed. Wacht even. Dus dan, zo dan. En dan zo. Zo. Nou zit hij in het midden. Nou, dat doe ik nou zo. Kijk, hier ga ik het zien. Hier staat een spatie. En daar ook. En hier staat geen jaartal. En daar wel. Zo. Om Johannes 1 vers 1 er nog maar eens bij te halen. In de beginnen was het woord. En het woord was God. En dat woord, dat was bij God. Ga maar nadenken over wat dat betekent. Maar dat betekent wel dat je dit niet hoeft te pikken. Absoluut niet. Welke, ik kan gewoon gaan lopen schelden. Ik kan nu, ik heb nog een lege fles wijn hier staan. En die flikker ik die fles tegen de muur aan. To the monde. Heel de wereld. Maar er is geen enkele reden om hier niet tegen in opstand te komen. Dus als jij kan paintballen. Hè, bijvoorbeeld je kan paintballen. Nou, eventjes achterhalen wie dit rapport geschreven heeft. Krijg je €100 gewoon bonus per raak. En je krijgt €50 malus. Als je tante Gerda raakt, dan moet je betalen.
Maar als je raak schiet, 100 euro. Gewoon met een paintball. Voor mijn part raak je het koffertje van Ivo Opstelten. Oh, wij kunnen toch wel wat. Kom, wij Nederlanders zijn toch niet deze sukko's. Dat kan je mij toch niet wijs maken. Zo ken ik ons niet. Wij waren toch... Kijk, toen ik heb gefietst van Amsterdam naar Groningen. En sterker nog, vanuit Horen naar Groningen. Ik heb gezeild vanuit Uithoren naar Friesland. Ik heb op het Tjeukenmeer gezeild. Ik ken al die grappige dingen wel. Ik heb daar suikerbrood gegeten daar in Friesland. Toen je dat nog niet kon kopen in Amstelveen onder Amsterdam. En waar is die mentaliteit dan? Zijn we echt allemaal een afstammelingen van Vladimir Poetin? Er is geen viking meer in leven hier in Nederland. Maar goed, ze zijn begonnen dus met de MIVD en nu de focus van de AIVD. Dus het kennisniveau van de AIVD is het eerste... waar wij ons mee bezighouden. Ja. Wat hebben ze gedaan? In de benoemde periode, die we iedere keer anders opschrijven, want anders gaan mensen denken van, is dat echt vanaf 1 januari tot en met 17 juli? Ja. Deed een team hierna het team. Dat is hetzelfde geintje wat ze uitvraten met de MIVD. Wat heb ik eraan? Kijk, een team van de AIVD valt onder de verantwoordelijkheid van de AIVD. Als een team van de AIVD het kloten doet, dan moet de directeur van de AIVD per onmiddellijk op non-actief gesteld worden en zijn maandelijke toelagen, die schrappen we gewoon. Wat denk je dat er met mij gebeurt? Als ik het een tijdje lang niet goed doe. Doe. Dat was Amsterdam, zoals ik net zei. Dan ben ik ook gewoon mijn poen kwijt. Een team van de AIVD. Oh, ja joh. Het team. Oh, die keken ook naar de Russische Federatie. Hier bekeek het team vooral naar de Russische politieke intenties en de Russische geopolitiek. Vooral de relaties met Nederland, Europese Unie, Noord-Atlantische Verdedigingsorganisatie en met buurlanden als Oekraïne. Zo de knetter. Nou, de AIVD heeft het druk gehad hoor. De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst die zat zich bezig te houden met de Russische politieke intenties. Nou, ik zal je zeggen, het slaat er nergens op. Wat zijn Russische politieke intenties? Ik heb op het internet, ja, deze mensen hebben geen internet of ze, ja, maar ja, ze hebben te vaak gewoon, toen dachten ze dat ze aan het luisteren waren naar de Goldberg-variaties van Bach. En toen kwam na een kwartiertje iemand op een schouder tikken en die zei, nee, je luistert naar de Josti-band. En die mensen helemaal van, wat? Zat ik naar de Josti-band te luisteren? Ik dacht dat de Goldberg-variaties van Bach waren. Ja, zegt die ander, want je viel in slaap. Van een triangel gespeeld door iemand met Down-syndroom. Dat is het niveau. Het werk- en denkniveau van onze fijne overheid, die gelukkig de BTW weer gaat verhogen binnenkort. Want dat heb ik al gehoord. Want ik kijk wel naar internet. Leuk is dat. Nou, ja.
Ja, vooral naar de Russische politieke intenties. En wat voor andere intenties zal Rusland kunnen hebben? Ja, Rusland heeft behalve politieke intenties, want Rusland wil groter worden, die wil Polen inpakken. En alsnog Hongarije erbij. Of zo. Ik vind gewoon dat Hongarije, dat is gewoon van de Hongaren. En Oekraïne, dat is van de Oekraïners. En Nederland wordt gewoon lekker van de Nederlanders. En dat wordt moeilijk, dat laatste. Dus ze zullen eerder Hongarije en de Oekraïne nog eventjes laten bengelen. Maar Nederland gaan ze voorlopig niet opgeven. Het heeft alles te maken met geopolitiek, hè? Want de paus die wil de hele aarde. En dat de paus momenteel Jorge Mario Bergoglio heet, doet er niet toe. Het gaat altijd om de paus. Die is de baas. Dat is de stellvertreder. De vertegenwoordiger. Die vicarius. Hoe meer oorlog, hoe beter. En de relaties van Rusland met Nederland, ja, de Russische geopolitiek richting Nederland, ja sorry hoor. Ja, we hebben hier een mooi dorp en het heet Anna Pavlovna. En dat was een Russische aristocratische vrouw. En er is een dorp naar vernoemd. Ja, en dat is een probleem, dat maakt mij eruit. En met buurlanden als Oekraïne. Oké, welke buur... Oh, natuurlijk, ja, want de Russische politieke intenties en de Russische geopolitiek, ja, die kan ook zich uitstrekken tot aan de oostkant van Rusland. En dan gaat de AIVD zich daarmee bezighouden. Hoe de Russische geopolitiek zich uitstrekt naar Mongolië. Betaal ik daarom zoveel voor mijn bier? Is dat het? Oh, dan ben ik erachter. Ja, dan begrijp ik het wel. Dat is de AIVD. De Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst. Oh, ja joh. Nou, lach ik hier met die lui. Er lag voor de algemene tak. Hè, dus je hebt de militaire tak, die hebben we nou gehad. Hè, die konden niks zeggen, dat is allemaal staatsgeheim. Hè. Maar de algemene tak. Er lag voor de algemene tak geen... Ik vertaal het gelijk. Lees maar met me mee. Er lag voor de algemene tak... De algemene tak was niet bezig met de Oekraïne. Ze waren wel bezig met een onderzoek naar de Russen. Dat was het. Ik kan het nog helemaal voorlezen, maar jullie kunnen ook met mij meelezen. Dit worden ook wel politieke inlichtingen genoemd. Ja, zo'n zin hoef ik echt niet te zeggen. En de politieke inlichting hoef je helemaal niet tussen quotejes te staan. Maar wat betekent dat? Kijk, een dubbele quote op zijn Nederlands is een letterlijk citaat. En daar kunnen deze klojo's ook je echt mee fokken. Hè? Vooral Henk J. Maus. Dat is niet pissen over de nabestaanden. Nee, dat is diarreren. Henk J. Maus heeft in zijn taalgebruik overal scheid aan. Maar wat is dit? Wat is politieke inlichtingen tussen quotejes? Is dat een juridische term? En die worden ook wel. Wat is ook wel? Is dat paginavulling? Je kan het afkorten in... ik heb het net al gedaan. We hebben niet nodig dat ik het nog een keer doe. Oh, hier zit gelijk al de volgende. Speelbal. Dat is geen woord. Wat is een speelbal? Ook, dat heet een slachtoffer. De escalatie van het conflict in Oekraïne vanaf... Wij weten allemaal wanneer het ongeveer begon. Hè?
raakte aan de Europese en daarmee Nederlandse belangen. Oh, nu heb ik zo'n zin om die lege fles wijn. Ik weet toch dat die ergens staat. Ik ga hem nu tegen de muur aan gooien. Nee, wat heb ik te maken met een escalatie van een conflict in Oekraïne? Kijk, als er in Antwerpen, als er gewoon straatgevechten komen tegen die lui uit Brussel, dat ze zeggen van rot op, stomme Fraas. Kijk, dat kan ik bedreigend vinden of zo. Want dat moet niet, dan moeten die Vlamen wel winnen. Want anders komen die Fransen eraan. En dan zijn we echt de lul. En niet dat ik niet van Fransen hou, maar alleen de Franse taal. Daar heb ik een. Ja, laat ik niet daar ook nog over gaan mopperen. Joh. Maar de Oekraïne, dat ligt fucking in Oost-Europa, man. Als ze ruzie gaan maken, de Zwitsers hebben ruzie met de Oostenrijkers. Ja nou, ja, vecht het uit. Ik heb ook in de kroeg gestaan hoor, en dan waren er twee kerels en die hadden van, waarom moet jij, zak je voor je bek rammen? En dan stond ik gewoon aan te kijken. Ik ben ook weer in de kroeg geweest, dat er gewoon twee kerels waren. En die ene die heette Daan, een hele fijne vent, die heeft ook een dikke bril en dat schept een band. En die kwamen daar gewoon om iemand in elkaar te slaan. Want we komen even langs om te kijken of die langskomt. En dan krijgt hij klappen. Ja, dat laat ik toch gewoon met rust. Daar ga ik me niet mee bemoeien. Ik heb ook helemaal niet gevraagd waarom of zo. Ik zei alleen maar van oké. Ja. Is die er al? Nee, zei Daan. Nee, hij is er niet. Nou oké, wil je een biertje? Ja, we hebben gewoon een biertje gedronken. Een shakeje gerookt, een wietje gerookt. Ja, hele leuke avond. Ja, je moet geen slachtoffer zijn. Er is helemaal nergens voor nodig. Als iemand jou lastig valt, dan bam, 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 bam. Hoppakee. En nou bek houden. En als hij echt heel erg moeilijk blijft doen, moet je gewoon zijn nek breken. Ja, mijn bloed is denk ik Vikings. Laten we het daar maar op houden, hè? Dat ik daarom zo moeilijk ben. Maar ik vind het dus gewoon niet goed. Ik wens hier geen belasting voor te betalen. Ik wil gewoon belasting teruggaven en ongeveer 5 miljoen. En dat is vooral emotionele schade. Ik wil gewoon 5 miljoen emotionele schadevergoeding van Joris Demmink et al. Want die Ivo Opstelten, die heeft ook een buitenhuis in Ibiza wat hij helemaal niet nodig heeft. Hij moet gewoon net zoals is Ignatius de Loyola, moet hij gewoon in een kelder en gaan ervaren waar God woont. Want ik weet waar Ignatius de Loyola het over had. Ik word helemaal opgefokt hiervan. En ik hoop dat het niet te lang wordt. De escalatie van het conflict in Oekraïne vanaf raakte aan de Europese en daarmee Nederlandse belangen. Ik zou niet weten waarom. Oekraïne werd slachtoffer in een geopolitieke machtsstrijd tussen enerzijds de EU en de VS en anderzijds de Russische Federatie. Okidokie. Dat waren ze toch al lang. Zijn we de periode van de Tweede Wereldoorlog, de Tweede, en de tijd daaraan vooraf, zijn we dat vergeerd? De Oekraïne was een slachtoffer, want de Oekraïne is een hele, net als Sicilië. Sicilië, dat was de graanschuur van Europa. Oekraïne ook. Oekraïne werd een slachtoffer in een geopolitieke machtsstrijd tussen de EU, de Verenigde Staten en anderzijds de Russische Federatie. Nou, daar kunnen we ook gelijk heel duidelijk over zijn, hè? Deze. Wat is dit? Dat is de paus. Weet je nog? Van Rompuy. Ik ga nu niet naar Google toe. Je gaat het zelf maar opzoeken. Maar Rompuy, dus spel je Richard, Otto, Maria, Pieter, Utrecht, hoe doe je nou die Y? Fok, die weet ik dan weer niet. Maar zo, dat was een Jezuïet.
Dat was de paus, man. De paus is de baas van de EU. En wie is de baas van de VS? Dat is de paus. Er is een boek geschreven in de 19e eeuw. En het heette Washington in the Lap of Rome. En dat op zijn Nederlands gezegd, is dat Washington, de regering van Amerika, de regering van Amerika op schoot bij Sinterklaas. Is het je ooit opgevallen dat Sinterklaas dezelfde hoed heeft als de paus af en toe heeft? En dan doet de paus weer een keppeltje op om zijn kale plek te verbergen. Ja, ik doe gewoon een pet op. En mijn kale plek, daar schaam ik mij niet voor. En de Russische Federatie, Rusland is, daar was ooit een aristocratie. En dat waren de Romanovs. Ja, en die zijn... En toen was het over. Hè? En toen was de paus was daar binnen. Heeft een paar joden ingezet. Dat doet die paus altijd. En die zet altijd een paar joden in. En dan gaat hij later, en dan weet hij ook wel dat de joden dan de schuld gaan krijgen. Want de paus die zit lekker in Friesland. In Zwitserland. Dus deze drie partijen. De EU. De Verenigde Staten. En de Russische Federatie. Die staan allemaal onder controle van de paus. Dus de Oekraïne werd een slachtoffer van de paus. Ja, dat geloof ik. Dat geloof ik zonder meer. Ik zeg dan de Oekraïne, maar dan moet je moet Oekraïne zeggen. Maar Oekraïne, zo. Oekraïne werd slachtoffer van de paus. Hebben die mensen geweten? Ze zijn met 1000 man de volgende dag gaan zoeken naar de overblijfselen. En ze werden uitgemaakt voor dronken drollen of zo. Met de vriendelijke groeten van de paus. Dit maakte dat het ministerie van Buitenlandse Zaken de A-tak in maart 2014... Oké. Ook verzocht te rapporteren over de ontwikkelingen in de politieke kringen in Oekraïne. Oké. Het team, wacht eventjes hoor. Dit klopt niet. Even kijken. Op 1 januari... Liegen is echt is best heel erg leuk om dit te doen. Maar op 1 januari deed een... Ja, op 1 januari... Nee, in de onderzoekperiode. Dus, ach, heb ik zo. Dus dat... Even kijken hoe dit nou zit. Oh, ik lees me echt helemaal zelf. Oh ja. Hier dus. In maart 2014 is er verzocht te rapporteren. Ja, maar de onderzoeksperiode die was er vanaf 1 januari. Ik heb hem gevonden. Ik schaak heel veel tegen de computer. En die computer, dat is een... volgens mij heb ik een psychopathische Macintosh of zo. Maar die wint echt. Die wint gewoon als die kan winnen. En af en toe win ik van mijn computer. En dat geeft me echt zo'n... Oh, sorry, ik kom tegen de microfoon aan. Maar nu heb ik gewonnen. Dit is de leugen. Maart 2014. Tja, ze waren in januari al begonnen.
toch? Het team keek vanuit zijn bestaande taakopdracht al naar de Russische invloed. Ja. Oh, ik heb zo'n zin om nu gewoon... Ja. Ja, je mag het niet zeggen, maar dit is toch... Dit is gewoon porno, maar dan niet leuk. Ja. En een echt leuke porno bestaat natuurlijk ook niet, maar... Maar er is porno die beter is dan dit, hoor. Dat je in ieder geval een voldaan gevoel... Dit is echt helemaal niks. De focus van... De focus, dat is gewoon... De aandacht van dat stelletje jongens... lag voordat dat vliegtuig neerstortte... bij het politieke krachtenveld in Oekraïne en de Russische invloed hierop. Wat nou? Wat is dat ding trouwens? Mijn Mac is echt een beetje... wat iedere keer blauw. Maar hierboven stond toch... dat het ging... enerzijds... de EU, VS... en anderzijds de Russische Federatie... En ze keken dus alleen maar door een soort EU en VS bril of zo. En dat dit mag. Ik vind het best zielig voor ons. Vanuit dat oogpunt keek het team van de. Keek het A-team naar. Kunnen we toch lachen. Vanuit dat oogpunt heeft het team niet gekeken naar informatie die niet binnenkwam. Ook is het zo, vanuit dat oogpunt heeft het team geen informatie binnengehaald. Vanuit dat oogpunt zat het team af te wachten van ja... krijgen we nog een brief of een e-mail. En dan zaten ze gewoon lekker met elkaar kaartjes uit te wisselen van... heb je deze brunette al gehad? En onderwijl gewoon wel met een heel goed scherp oog je e-mail in de gaten houden. Maar een echte slimme ambtenaar die doet een audiosignaal aan. En als er een e-mail binnenkomt, dan hoor je ping of zo. Of tududup. En dan weet je eigenlijk... oh, even wachten, Joris. Ik kom zo dadelijk weer terug om het brunettenspel met jou te gaan spelen. Maar ik heb nu informatie binnengekregen. En dan ga ik vanuit een bepaald oogpunt naar kijken. De militairen durfden daar niet naartoe. Dat was veel te gevaarlijk. De AIVD die heeft gewoon een beetje mooie rapporten gemaakt en ook een digitale dossiers opgesteld. En ja, allemaal Twitter, Facebook en zo. En dat is allemaal staatsgeheim, snap je? Kijk, je kan de AIVD niet verlangen van, hey, jongens, wat hebben jullie allemaal? Je zal er eens achter moeten komen. Waarschijnlijk is het staatsgeheim, omdat er een of andere ambtenaar was. En die zat gewoon porno te kijken. En die heeft gewoon de verkeerde film gesaved. Ik dacht gewoon. En daarom is het staatsgeheim. Oh mijn god. Ik ben zo blij hè, dat ik in het Kali Yuga leef. Eindelijk ben ik een keertje beter dan jullie. Oh, dit was echt heel erg onchristelijk wat ik nou net zei. Serieus, het is wel zo. Ik ben gewoon christen. Ik bedoel, ik ben geen reïncarnist of zo. Ik ben geen Hindoestaan. Je moet even niet bang zijn voor mij. Ik ben gewoon christen. En voor mij heb je niks te duchten. Behalve, dit kan toch niet. Nee, kom op jongens. Kijk,
Ik wil best meedoen aan een kampioenschap verspringen. Maar als dan de lat ligt op 1 meter, dan denk ik, hou op. Aan zo'n wedstrijd doe ik toch niet mee. Nee, wees eerlijk. Een meter verspringen, dat kan je toch wel. En logisch gesproken, een metertje verspringen, dat kan je toch ook wel. En deze lui kunnen dat niet. Deze lui zitten gewoon tegen jou te liegen. En dat doen ze in functie. En dat is strafbaar met de doodstraf. Oprotten met die handel. Ik vind het best dat het moeilijk is. Weet ik veel, dat 40 jongens sturen we naar de Oekraïne toe. En 10 daarvan, die doen gewoon helemaal niks. Die kunnen nergens naartoe, die zitten gewoon vast. Dan is het moeilijk. Maar die jongens die vastzitten, die in het verkeerde dorp zijn beland. Van ja, ik zit hier wel, maar hier liggen geen wrakstukken en niemand heeft hier iets gezien. Ja, die jongens zitten dus vast. En die moeten dan ergens anders naartoe. Dat is allemaal een heel gedoe. Dat snap ik wel. En dat kostte een paar dagen. En dan begint het beeld te komen, neem ik aan. En wat krijg ik van mijn overheid? Helemaal niks. Dit heet op zijn Engels rook en spiegels. Smoke and mirrors. Hierbij is van belang op te merken dat die jongens geen informatie verzamelden over militaire capaciteiten. Die jongens hielden zich bezig met de politieke strategische kant, politieke kant van het. Die jongens hielden zich bezig met politiek. Wel kregen die jongens informatie en die informatie hebben zij gebruikt als. De informatie zagen zij als achtergrondinformatie. Oké. Okay. Daar zijn we klaar mee. Mooi zo. Die jongens van de AIVD hebben echt van alles gehoord. En ze dachten iets van, dit is leuk als bijlage. Die bijlagen, die zien we niet. Die informatie krijgen we ook helemaal niet. We maken het uit. We zijn maar Nederlanders, jongen. Hè? We kunnen een beetje vriendelijk doen tegen Suri's. Heb je het gehad? Ja, trouwens niet alleen tegen Suri's, maar ook tegen bepaalde Marokkanen doe ik altijd heel erg vriendelijk. Uit respect, hè. De informatie bij Team A. Capaciteit en potentie Russische krijgsmacht en Oekraïense krijgsmacht. Oh. En dan krijgen we capaciteit en potentie separatisten. Oké, okay. Ja, dat is mooi. De Russische krijgsmacht. Wat heeft die aan capaciteit en potentie? Ik lees het antwoord nu niet. Ik doe nu mijn ogen dicht. Maar als ik eventjes mag gokken, dan denk ik dat de Russische krijgsmacht, die beschikt over MIGS. En alles wat daarbij hoort. En die gooien een bom op je huis, jongen, voordat je. Door Adolf Hitler had het niet makkelijk met die. Adolf Hitler was van de paus. En in die tijd wat je Stalin. Dat was een artiestennaam. En Adolf Hitler was waarschijnlijk. Dat is ook een artiestennaam. Dus het waren twee mensen met een artiestennaam. Dat was Pim Fortuyn. En. Trouwens, Pim Fortuyn was geen artiestennaam. Maar noem eens een ander. Maar de twee van die mensen die onder de. Ja, en die gaan gewoon lekker tegen elkaar battelen. Maar die Duitsers, die hebben in Stalingrad echt wel eventjes ontmoet dat je met die Russen niet zomaar kan fucken. Nou, de Russen, die hebben echt wel wat, hoor.
Nou, dat de Russen hebben dus aan de oost, aan het grensgebied met de Oost-Oekraïne, die hebben krachtige luchtafweersystemen. Ja, dat is leuk, maar ze hebben nog veel meer. Dus ze hebben ook gewoon MIGS 27 of zo. Ook waren de jongens op de hoogte dat de Oekraïense krijgsmacht ook waren de jongens ervan op de hoogte dat de Oekraïense krijgsmacht dat soort krachtige luchtafweersystemen, dat betekent luchtafweersystemen die in staat zijn om een vliegtuig boven de 25.000 voet uit de lucht te trekken, hadden de Oekraïners, niet de Oekraïense mensen natuurlijk, maar de Oekraïense krijgsmacht die onder controle stond van de EU. Want de EU heeft lopen fokken. De Oekraïners wilden gewoon zelfstandig. Weg van de Russische Federatie. Waarom zou je belasting betalen aan een organisatie die jouw opa of overgrootopa of overgrootopa heeft laten verhongeren? Waarom zou je daar zaken mee gaan doen? Liever zet je toch gewoon een groot hek. Om je eigen land. En dan rek je het zelf wel. Wij leven hier in het huis van onze vader. En de aarde is van ons. En er zijn maar 7 miljard mensen. Dat is niet veel. Echt niet veel. En er is genoeg aarde voor ons. Want we kunnen overal wonen. En wat we nodig hebben is levensraum. Dat is van de katholieke universele lalala. Levensraum. Adolf de vioolspeler. Maar dat hebben wij nodig. Meer niet. En dit geëikel. Wat moet ik ermee? Er is een vliegtuig van ons neergegaan in de Oekraïne. Dat is vervelend. Dat is niet leuk. Nou, oplossen dan. Dat moet je positief zien, weet je wel. Het succes is een keuze. Nou, mooie keuzes hebben ze gemaakt. Ja, we gaan de ramp in de Oekraïne onderzoeken, hier in Den Haag. Want daar heb je die satébar. En daarna gaan we naar de bananenbar in Amsterdam. Op kosten van de BTW. Ik lees weer even voor. Uit de informatie bij het A-team blijkt dat de separatisten zich in de maanden voor het neerstorten in toenemende mate aan het bewapenen waren. Dit heb ik eerder gelezen. Er kon, wat is dit? Er kon een Er kon een relatie worden gezien met de intensivering van de bestrijding van de separatisten door de Oekraïense krijgsmacht. Oh, dat kon. Oh, leuk is dat. Ja. Vanaf april 2014 startte de Oekraïense regering met zijn zogenoemde antiterrorisme-operatie in Oost-Oekraïne, gericht op het isoleren van de separatisten. Okidoki. Nou wordt hij echt wel duidelijk. In april 2014 wisten ze al bij de AIVD dat er geëikel was. En dan vet geëikel. Vanaf mei. Dat is ook weer slecht. Want kijk, hier staat april 2014.
zonder dagaanduiding. Hè? En dan hier mei. Ja, kom op jongens. Mei zonder jaartal? Ja, wat zijn de regels eigenlijk? Ik zou het wel willen weten. Wat zijn de regels bij de overheid voor taalgebruik? Mag alles gewoon maar? Want je bent de overheid. En alleen de burgerij moet correct Nederlands schrijven op het belastingformulier of zo. Je kinderen worden gepest op school. Met D en DT. Maar dit mag gewoon. Het is niet een klein probleem waar ik het hier over heb. De separatisten kregen gaandeweg de beschikking over meer en betere wapens met een groter potentieel. Oh ja, en wanneer dan? Was dat in half mei? Begin juni? En welke wapens dan, man? En hoezo waren die wapens beter? Hoe zijn ze aan die wapens gekomen? Kijk, ik heb ook wel zin om morgen eventjes, dan ga ik gewoon enkeltje Den Haag. Ja. Enkele reis Den Haag. En dan heb ik gewoon dat doe ik gewoon net als de Terminator. Gewoon zo'n hele zware en dan is het gewoon maaien. Maar hoe kom ik aan zo'n ding? Kan ik die kopen op internet? Nou, ik dacht het niet. Als ik dat ga doen, dan ben ik word ik vannacht van bed getild. Morgenochtend om 1 uur. Ben ik de lul. Hoe kom je aan wapens? Weten ze dat? Ja, dat weten ze er wel. Ze weten gewoon precies waar die pro-Russische separatisten die wapens vandaan gekregen hebben. Dat weten ze ook gewoon, ze weten alles. Ja, ze weten waarschijnlijk de serienummers zelfs. Zou me niks verbazen. Dat ze een deeltje gemaakt hebben van, jullie krijgen deze, die mag je huren voor zoveel maanden. Maar wel betalen. Ja, leer mij die lui kennen. En wat krijgen wij te horen? Helemaal niks. Meer en betere wapens met een groter potentieel. Ja. Ik weet niet hoe lang. Ik ga deze eventjes. Ik ga even een liedje doen. Dan ga ik zo dadelijk weer verder. Want anders wordt deze veel te lang. Dit is pagina 26. Goed onthouden. Perry, je bent gebleven op pagina 26. Ik doe nog eventjes dan. Een heel klein stukje dit. Het is wel leuk, het is mooi nummer dit. Als die drum erin komt, dan zet ik de opname stil. Hoppa. Oké, nou zal ik een mooie fade-out doen. Ja, hartstikke lief dat jullie met mij deze bagger hebben willen bekijken. Daar ben ik jullie echt dankbaar voor. Ik huil wel eens van woede, maar ik kan ook huilen van verdriet. Dus dank jullie wel. En